Juffrouw van Dalen is klassiek en droeg een hoedje in het publiek. Een soort met Chinese blom met ijzendraad erom. De conducteur de tram werd bleek en sprak toen uit het hoedje keek. Met zo'n hortus botanicus mag u niet aan de lus. Juffrouw van Dalen die heeft een hoedje gekocht. 300 joa de noot. Een rode veer op de bol, een rand met een bocht. 300 joa de noot. En iedereen roept erna in de stad, of ze een klap op de hoofd heeft gehad. Juffrouw van Dalen die heeft een hoedje gekocht, 300 joh, wat een hoed. Zij kwam langs een caféterras dat volgezet met palmen was. Een kelner riep verwonderd, zegt die ene palm loopt weg. Een argeloze slepersknol sloeg angsten voor die hoeten vol. De verkeersagentje schrok zich dood en sloeg het stoplicht rond. Juffrouw van Dalen die heeft een hoedje gekocht. 300 joh, wat een hoed. Een rode veer op de bol, een rand met een bocht. 300 joh, wat een hoed. En iedereen roept erna in de stad, of ze een klap op haar hoofd heeft gehad. Juffrouw van Dalen die heeft een hoedje gekocht, 300 joh, wat een hoed. Zo'n nieuwe hoed, wat geeft het nou? Gun die aan de moderne vrouw. Dat is het doel waarvoor ze leeft, dus alles wat ze heeft. Als zij zo'n dottig hoedje draagt, dat alle mensen schrik aanjaagt, dan toont haar hoofd van buiten iets, van binnenin zit niet. Juffrouw van Dalen die heeft een hoedje gekocht, 300 joh, wat een hoed. Een rode veer op de bol, een rand met een bocht, 300 joh, wat een hoed. Iedereen roept erna in de stad, of ze een klap op haar hoofd heeft gehad. Juffrouw van Dalen die heeft een hoedje gekocht, 300 joh, wat een hoed.